Gezellige drukte op de eerste zaterdag van de lichtjesroute in Eindhoven. Jaarlijks fietsen, lopen en rijden zo'n 200.000 mensen langs de vele lichtornamenten. Ja, het is gewoon zomer door iedereen. Ik doe lichtjesroutes, altijd leuke kans om bij elkaar te komen. Lekker chillen in het gras. En van de muziek genieten en van de lichtjes. Echt familieuitje, ja. Nou, de lichtjesroute, dat is sowieso al super romantisch en mooi en gezellig en familiair. En als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen aan de gezelligheid, want daar zijn wij van, gezelligheid, eenheid en harmonie. En dan komen wij graag hier een deuntje spelen. Ja, ik ging vroeger bij mijn vader achter op de fiets mee. Ja. En hoe lang geleden is dat dan al? 55 jaar geleden of zo. Zoals elk jaar was ook dit jaar de Eendjesvijver aan het Hendrik de Keizerplein de grote publiekstrekker. Het hoogtepunt, ja, toch wel hier bij elkaar komen. Gewoon met z'n allen en dan gewoon even uitrusten van de rit en dan genieten van de sfeer hier. Smurfen! Lichtjes! Op de gras! Zwanvullen! Lichtjes! Hey, wat staat hier te verkopen? Echte soep. Echte soep, koffie en thee en limonade. En loopt het een beetje storm? Ja, het is vanavond heel druk omdat het fietsen is. Ik ben een stadsdichter voor Eindhoven en dit is mijn mobiele werkplek. Dus ik ben gedichten aan het schrijven. Kijk, en waar had u de inspiratie vandaan? Dit is de Eindhovense Uber-Eindhoven traditie. Dit is eigenlijk nog groter dan carnaval als het erop aankomt. Dit bestaat al zo ontzettend lang. Dit heeft zo ontzettend met deze stad te maken. Dat, ja, dit is echt iets waar ik bij moet zijn als stadsdichter. Door de drukte liep het verkeer op de weg naar de vijver af en toe vast. Maar dat mocht de pret uiteindelijk niet drukken. Het is al file rijden, hè? Nou ja, alleen dit stukje. Voor de verre rest valt het allemaal wel mee. Oké, vindt het mooi? Ik vind het geweldig. Ik ben er zeer blij dat ze dit jaar weer gemaakt hebben. Ja, met de auto heb ik het al jaren gedaan, maar dan sta je in zo'n drukke rij steeds. Dus, Maar is een motor denk ik makkelijker dan een quad? Klopt, mee eens. Maar? Ja, het is gewoon leuk een quad. Een keer wat anders. Nu nog met de auto, maar dan komt er dat de kinderen nog een beetje klein zijn. En dan moet je ze achterop nemen en dan is het best wel een eindje fietsen. En gaan jullie volgend jaar weer? Ja!